Hoe is het? Goed. Dit is echt ziek, hè? Ik found it. I have my own kasteel. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik rij in Amsterdam. En ik moet jullie even laten zien hoe mooi het eruit ziet. Kijk die lucht, oh my god. Echt helemaal paars en roze. Dit is toch de mooiste stad ter wereld? Hey guys, ik zit nu in de auto en we hebben even een foto gemaakt. We gaan nu even langs, tenminste we zijn nu op kantoor. San is even pakketjes aan het halen en dan gaan we naar huis. En het is zo donker. We dachten altijd dat het 5:15 was, maar het is pas 5:15. En ik ben zo blij met mijn haar. Dat hebben jullie waarschijnlijk in de vorige vlog kunnen zien. Ik heb mijn haar dus, ik heb extensions van Beauty by Rose. En ik vind het echt werkelijk waar prachtig. Ik heb er ook niet echt iets aan gedaan nu, het zit gewoon zo. Nou, jullie weten natuurlijk dat mijn haar er echt ongezond uitzag. En nu ben ik daar echt heel blij mee. Dus dat is leuk. En Monica, haar was ook zo mooi geworden. Die had ook die extensions laten zetten. Maar Mo had natuurlijk echt wel super mooi haar. Alleen zij heeft gewoon nog één extra laag, zeg maar, erin gedaan. Dus een laag voor verdikking. En wat wilde ik verder nog zeggen? Ja, ik ga nu lekker naar huis, naar Olivia. En ik moet wel nog werken vanavond, maar dat maakt niet uit, want we blijven lekker thuis. Dit is letterlijk de eerste avond, echt in 7, 8 dagen, dat ik gewoon rustig thuis zit. Ik ben elke avond de afgelopen dagen of thuis, mensen over de vloer. We hebben gewoon geen rustige avond gehad. Dus dat is wel heel fijn. En we gaan deze week, het is nu maandag, we gaan morgen nacht naar Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk in 3 dagen. En morgen ga ik de hele dag voorbereidingen daarvoor treffen. En ik ga jullie natuurlijk in de einde deze vlog. Dat is leuk. Ik ga jullie in deze vlog meenemen op die trip. Ik ben benieuwd of ik dan de hele reis nog zou vloggen. Dat is wel misschien zo leuk. Dan moet ik nu alleen niet te veel vloggen. Oké, ja. Lekker hard op aan het denken. Met Sander ga ik, zonder Olivia, gaan foto's maken. En dat gaan we eigenlijk doen. We gaan foto's maken. That's it. En volgende week weer naar Parijs. Ik moet eigenlijk elke week weg. Nu week daarop naar Dubai. Dus a lot of traveling. Maar naar Dubai gaat Olivia waarschijnlijk mee. Dus daar heb ik nu al zin in. Ik ga naar huis en ik zie jullie zo. Ik ben thuis en Sander en ik hebben lekker gegeten. Sander had curry gemaakt vanavond. En een vriend van Sander at ook mee. Wat had ik gemaakt? Curry. Curry? Is dat curry? Oh, wauw. Wat is er? Nee, dus jij hebt curry gegeten. Ja, jij had curry gemaakt. Ik had het nog nooit eerder gegeten. Chili con carne. Wat is dat? Dat had je gemaakt? Dat heb ik gemaakt. Curry is een India's gerecht. Oké. Chili con carne is een cowboy gerecht. Voor echte mannen. Ik heb cowboy eten dus gegeten. Dag. Oké, en ik kreeg vandaag een pakket binnen waarin de allerleukste trui ooit zat. Dit is hem. Ik ga hem nog aantrekken denk ik deze week. Hij zit super lekker, hij kriebelt niet. En ik heb hier ook een vest van, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Het is van dat vrouwtje, een vrouwtje uit Griekenland, die dit maakt zelf. En het heet Mum's Handmade. Ik zal hier even het ergens posten. Dan kunnen jullie daar even naar kijken. Want ik denk dat iedereen het wel leuk vindt. Ik wou dat ik deze trui bedacht had. Ik vind ze zo cool. En ik heb ook een muts van haar gehad. En ik heb nog best wel veel nieuwe kleding. Laat ik misschien morgen nog wel even zien. Nu ga ik mijn make-up eraf halen en lekker eindelijk naar bed. Ik heb er zo'n zin in. Goedemorgen. Oké, guys, officieel goedemorgen. Het is 8:30 of zo. En ik ben met Olivia boven. Ik moet me even opmaken, want ik breng haar naar de crash en dan heb ik direct afspraken. Maar dit heb ik gisteren binnengekregen. Ik heb er ook even Monica besteld. Ik denk dat ze er echt super blij mee is als ze hem van de week haalt. Ik ben echt zo'n fan van Huda Beauty. Ik weet niet of jullie haar volgen op Instagram, maar ik wel. En volgens mij heel veel 10 miljoen of 20 miljoen met mij. En zij heeft eigen make-up producten. Dus ik heb deze bij Sephora.
bij Sephora besteld. En zo mooi. Kijk die kleuren. Echt fantastisch. Ik ga vandaag uitproberen. Ja. Zo mooi. Olivia heeft een tasje gemaakt en is aan het fietsen. Waar ga je naartoe fietsen? Ja. Heb jij iets achter je rug? Wat heb je achter je rug? Laat je handjes eens zien. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Waar ga je naartoe fietsen? Ja. Oké. Okay. Je mist een sok. Heb je boodschappen gedaan bij Dior? Ja. Ja? Doei. Doei. Oké, het is even later en ik ben net naar twee afspraken geweest en ik ben nu op kantoor aangekomen. Zoals jullie zien. En die meiden zijn naar de Appie even lunch halen, want we gaan gezellig bij Kay lunchen. Sander is ook op kantoor. En echt, ik wou dat ik meer kantoordagen had. Ik heb zoveel te doen en te bespreken, te plannen en alles. En ik hou echt van organized worden op kantoor. Maar goed, ik heb dit pak aan van de Zara, mijn Playboy shirt. En ik ga me zo omkleden, want ik ga zo een foto maken waar ik iets kleurrijkers voor aan wil. Het is zomaar weer buiten, kijk. Wat een mooie herfstweer is het. Zo nice. Oké, let's go down. Ik ben weer op het mooiste kantoor van het land. Bij mijn lieve Kay. Ga lekker eten. Ik vind die dingen ook nog steeds zo leuk die aan de stoelen hangen. Zo cute. Hey girlies. Ik ben op mijn bureau. Kantoor weer. En we zijn voor de producten die worden gelanceerd. Even denken, het is nu 7 november, over een maand. Dus we zijn bezig met de verpakkingen en ontwerp en dat soort dingetjes. Ik kan echt niet wachten om het allemaal te laten zien. Maar goed, ik ga even weer verder werken. Good morning, wij zitten in de auto en we zijn onderweg naar, nu naar Duitsland, naar een eerste stop. We gaan naar Burg Eltz, dat is een heel mooi kasteel. Het lag op onze route naar Zwitserland, dus daar wilden we heel graag naartoe om foto's te nemen. Dus daar gaan we nu heen en we zijn onderweg naar Zwitserland. En we zijn om 6 uur vanochtend opgestaan, nou eerder eigenlijk, om op tijd weg te gaan. En ja, we zitten in de auto en ik ga me nu opmaken. Dus. En mijn make-up Adam zit erop. Eva met de zoekenpieten. Hou eens op voor met die kont. Stomme nummers. Ik vind het Holadie. Ik had laatst gelezen haat mijn kruin in hier. De comments van de blog. Ja, dat ik niet naar jou luister. Dat is met een reden. Niet naar mij luistert, mij totaal ignored continu. Ja, het is met een reden. En wat is de reden precies? Dat je vervelend bent. Je doet het niet goed. Nu ben ik pas een konijn. We zijn bijna bij het kasteel. Ik heb er echt zin in. Wie heeft je daar helemaal naartoe gereden? Oude koningin. Kijkt van. Jaguar. Dan mogen ze mij wel een. Nieuwe XJ opsturen. Want ik heb die nu gehuurd. Want de mensen van Sixt waren zo aardig om. Om ons een upgrade te geven. Dit is wel echt een hele zieke auto. Moet ik wel even toegeven. Alright, dat was. Jouw spreekbeurt. Ja, maar even tussen ons gezegd als disclaimer. Zowel Sixt als Jaguar hebben echt niets te maken met mijn persoon. Ik word niet gesponsord. Het is gewoon echt. Het komt echt helemaal uit mezelf. Nee, echt oprecht. Het rijdt echt heel lekker. Nee, het kasteel is hier denk ik. Het zou hier onder wel kunnen staan. Maar normaal gesproken staan kasteeltjes altijd iets hoger voor
verdedigingspurpose. Kijk hoe mooi mijn jurk kleurt bij die bomen allemaal. Nou. Wat heb je allemaal op? Over de regen. Ben je bang dat je haar... Nou, je past wel echt super mooi in the environment. Yeah. But I want to see the castle. We're almost there. I want to see the castle. We denken dat we er zijn. Ja, toch? Als we er... Kom. Kijk, hier gaat het stroompje dat ik net hoorde. Kom. Hier beneden. Ja, kom, ik kom. Jeetje, hier lijkt Olivia wel. Kom, oh. kom. Zie je het? Wauw. Echt mooi. Hier word je wel even stil van, hè? Zo mooi in de herfst ook. In de ja. En dan wordt die mist zo erin. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, 100%. Vind je niet? Ja, zeker. Hey Noor. Every queen needs his castle. Her castle. Wat is er? Let it go. Dat vind ik zo'n leuke caption. Ga je die gebruiken voor je Instagram? Misschien. Every queen needs her castle. Als deze vlog online is, weten jullie het. Er staat een foto al online. Deze vlog staat zonder online. Echt bizar dit. Nou schat, haal die telefoon maar uit je broekzak. Gaan we fotootjes schieten? Schieten. Noor zegt tegen mij, je denkt toch zeker niet dat ik het kasteel in ga? Ik zeg, nou, tuurlijk wel. Ik kom niet alleen voor de foto. Maar ja hoor, deze dame. Zeg je niet voor schut? Is dat lachen? Nee joh. Het is echt zo bizar dit. Kijk dan. Kut hè? Dit is gewoon mag een soort... Mag ik een telefoon? Wat zeg je? Mag ik een telefoon? Nog een Insta-story maken. Ik zou zo graag wat willen vertellen over deze... I just cannot do it. Over deze burcht. Nee. Hoe is het? Goed. Dit is echt ziek hè? I found it. I have my own kasteel. Ja, het is wel echt heel mooi. Tof hoor. Hoe ga je je kasteel noemen, schatje? Kasteel Olivia. Niet kasteel Kleineberg. Kasteel Olivia. Monika zou zeggen. Nee, jij zou. Oh nee, dat zou ik zeggen. Dat is en waar. Daarom zegt Monika dat nu ook. Dat is waar. Dag kasteel. Hey guys, good morning. Het is vandaag donderdag en we zijn in de auto in Zwitserland. En ik heb. Moet niet zo. Over 400 meter. Links aanhouden. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik vind deze trui echt zo leuk. Kijk hij is van Zara. Ik zie hem nu ook op de camera. Zo is echt fantastisch. Heel leuk. En we gaan onze roadtrip vandaag dus vervolgen. En we gaan nu naar Blauwzee. En dan gaan we naar Adelboden. Links aanhouden. Zoiets in Zwitserland. Sneeuw. Anyways. Jullie gaan het allemaal in de volgende vlog zien. Want deze is volgens mij echt veel te lang al. Dus ik ga de vlog beëindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken natuurlijk. Duimpje omhoog als jullie die video leuk vinden. En dan zie ik jullie. Wanneer zie ik jullie dan? Woensdag. Houdoe!